Venn-diagram. Je gebruikt een Venn-diagram om een verdeling te maken als je drie of meer verschillende kenmerken hebt. Een Venn-diagram gebruik je om bepaalde gegevens te ordenen. Als je meer dan twee kenmerken hebt, kun je geen kruistabel maken. In zo'n geval kun je een Venn-diagram maken. In een Venn-diagram laat je zien hoe bepaalde eigenschappen overlappen. Je doet dit door verschillende cirkels te tekenen die met elkaar overlappen. Elk van de drie cirkels bestaat dan voor een bepaald kenmerk, zoals mensen die Duits spreken of mensen die een Instagram-kanaal hebben. Je kunt vervolgens van de vakjes invullen hoeveel dingen er in die categorie vallen. Een Venn-diagram met drie categorieën ziet er bijvoorbeeld zo uit. Je kunt beginnen met het invullen door te kijken hoeveel getallen er zijn die alle drie kenmerken hebben. Vanuit daar kun je vervolgens berekenen hoeveel getallen er aan twee en daarna aan één kenmerk voldoen. Via de app, kies je vak, stel je vraag en krijg direct hulp. Mr. Chat, geen probleem.